Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. De derde golf besmettingen van COVID-19 in ons land heeft gezorgd dat er wederom een druk is gekomen op de gezondheidszorg. De druk op gezondheidsmedewerkers wordt steeds zwaarder, zegt de directeur van het regionaal ziekenhuis Wanica. Op dit moment zijn 76 mensen besmet met het coronavirus op de isolatieafdeling en 17 patiënten op de zorgunit van het ziekenhuis. Om te voorkomen dat de derde golf verergert, hebben we het afgelopen weekend een total lockdown gezeten. Er wordt nu gesproken over een landelijk zorgelijke situatie en het is niet uitgesloten dat er meer patiënten zullen worden opgenomen. Volgens directeur van Genderen weer een extra druk op onze zorgverleners. Elke golf natuurlijk zorgt ervoor dat er een druk komt op de gezondheidszorg. En er is in feite met hetzelfde personeel wordt er gewerkt. Er zijn geen nieuwe verpleegkundigen die de afgelopen periode zijn afgestudeerd, misschien wel een paar, toch? Of artsen die erbij zijn gekomen. Dus het zijn dezezelfde mensen die nu ook gaan werken. En als ze al twee golven hebben doorstaan, de derde golf, wordt het ook zwaarder. Ze raken ook uitgeput, snapt u? Dus het is sowieso wordt de druk steeds zwaarder. Dus momenteel, zoals ik zei, we hebben dus 76 patiënten, isolatiepatiënten in de isolatiefaciliteit en 17 zorgpatiënten op de unit. En daarnaast zijn er ook zorgpatiënten in de overige ziekenhuizen opgenomen. Maar isolatie zijn wij nog de enige. Oké, isolatie is met heel milde klachten. Je kan nog vrij bewegen, je kan nog veel zelfstandig doen. Maar isolatiepatiënten zijn mensen die wel close gemonitord moeten worden. Misschien hebben ze wel een hoge bloeddruk of is hun vitale functies een beetje aan de slechte kant. Dan moeten die patiënten gemonitord worden. Die moeten dus wel door een arts en een verpleegkundige constant gezien worden. Dus dat COVID, je kan heel snel verslechteren. COVID is echt moeilijk. Van een isolatiepatiënt, wat we hebben meegemaakt zelf in het ziekenhuis, dat een patiënt wordt opgenomen in de isolatiefaciliteit, voelt zich goed, voelt zich fit, vitale functies zijn goed en binnen 2 uur ligt de patiënt op de IC van AZP. Binnen 2 uren. Dus daarom is het heel belangrijk, de monitoring, hoe we dat doen. En dan moet het personeel, ik zeg je kan je misschien voorbereiden als personeelslid van dit is het werk van vandaag. Maar als 4 patiënten voor je verslechteren in 1 keer en jij als verpleegkundige of u als arts of specialist, je kan je niet daarop voorbereiden. Je gaat je werk moeten doen. Patiënten met verontrustende klachten die worden opgenomen zijn in de meeste gevallen 40 jaar of ouder. Vandaar dat tijdens de vaccinatiecampagne de focus is gelegd op de 40 en 60-plussers. De meest kwetsbare groep die ervoor zorgt dat de druk op onze zorgverleners toeneemt. Vandaar ook het vaccinatietraject dat is uitgezet. Het ministerie heeft niet zomaar aangegeven dat wij dus eerst starten met 40-plussers met comorbiditeiten en 60-plussers, want dat is de meest kwetsbare groep. En we hebben dus ook gezien dat het die patiënten zijn die worden opgenomen en die patiënten die close monitoring nodig hebben. Die patiënten hebben ook zorgen ervoor dat dus de druk op de verpleging zwaarder wordt. Want isolatiepatiënten hebben niet zo'n zorg nodig. Snapt u? Dus die patiënten of die groep mensen komt sneller in de categorie zorgpatiënten COVID. Dus vandaar dat het ministerie ook dus met dat traject is uitgezet. U ziet, we vaccineren hier ook. Nu is het 3 dagen in de week. In het begin was het elke dag. En we zien dus nu dat de groep of de doelgroep, als het ware, het wordt nu steeds minder. Maar volgens mij vanaf 5 mei gaan dus de mensen komen voor hun tweede prikje. Dus dan gaan we dus weer die drukte hebben op de vaccinatieposten. En dus daarmee zijn we dus nu ook bezig. Daarnaast wordt er ook nog om de 3 keer per week wordt er swabtesten gedaan in het regionaal ziekenhuis. Dus eigenlijk zijn we weer hebben we het algeheel dus weer opgepakt wat betreft de COVID-zorg. Maar de collega-ziekenhuizen, natuurlijk het AZP, het Slaans ziekenhuis, het Vincentius ziekenhuis, die zijn dus nog geconcentreerd op de intensive care zorg. Want zoals u weet, er is geen intensive care zorg hier. Het is wel een medium care en kies een patiënt dusdanig verslechterd, kunnen we de patiënt dus wel opvangen. Maar dan wordt de patiënt gelijk vervoerd naar de intensive care unit van AZ of Slaans of Sint Vincentius. Daarom doen wij nogmaals een beroep op u. Indien u 40 of 60-plusser bent, neemt u de COVID-maatregelen extra in acht. Zorg ervoor dat de Mohana-regel altijd aan top staat van uw dagelijkse handelingen. De vaccinatiecampagne is nu gaande. Gaat u zich vaccineren?
Als laatste wil ik dus wel nog steeds de mensen die gevaccineerd moeten worden, die binnen de doelgroep vallen, nog steeds oproepen om je te gaan vaccineren. Vooral in deze periode. En ook nog de mensen die denken dat we het al voorbij zijn. En misschien niet eens geloven dat we in de derde golf belanden. U ziet het zelf, de cijfers ziet u. U ziet ook de beelden van de verschillende programma's die dus hier komen filmen. Het is er, alsjeblieft. Let u op. Houdt u dus aan de regels en... We moeten echt hieruit zien te komen. Dat Suriname zich nu in een derde golf van de pandemie bevindt, is overduidelijk een feit. Dat is ook te merken aan het aantal positieven die dagelijks worden opgehaald door de transportdienst van 178. Quincy Welzijn, hij is de coördinator van deze dienst, geeft aan hoe het eraan toe gaat. Dagelijks worden we weer geconfronteerd met nieuwe gevallen. Het is een hele zware taak, aldus Welzijn. Er is sowieso wat te merken, omdat we nu zijn we elke dag zijn we op straat. En als we op straat zijn om mensen op te halen, halen we zo tussen 12 en 8 mensen halen we op per dag. Natuurlijk is het zwaar. En toch kan men toch nog niet begrijpen dat het zwaar is voor ons. We maken elke dag dingen mee. Laatst hadden we nog iemand. Een man en een vrouw die aan het schuilen waren in een woning. En na roepen, tikken op het raam, hebben ze toch zover gekregen dat ze naar buiten zijn gekomen. Natuurlijk met heel veel scheldwoorden, maar het was toch nog geluk. Dat komt ook vaak voor, dat we mensen halen die niet thuis zijn. Maar wat dat betreft heb je soms mensen die... In de meeste gevallen al in het Wanica ziekenhuis zijn. Dus ze zijn al daar en ze komen toch voor op onze lijst. We kregen ook CITO-gevallen, waarbij de vitale functies een beetje verantwoordelijk zijn. Dan moeten we die ook ophalen. Oké, met deze derde golf zijn de nieuwe varianten in Suriname. Zie je ook andere mensen die positief getest worden als het gaat om leeftijd en dat soort dingen? Tot zover hebben we geen kinderen gezien. Ik althans heb nog geen kinderen gezien die ik moest ophalen. Natuurlijk moeten we rekening houden dat van de mensen die dagelijks positief worden getest, een deel zelf gaat en een ander deel dan vragen om opgehaald te worden. En van de mensen die wij hebben opgehaald, zijn de leeftijdklassen tussen de 30 en de 50 jaar. Meer dan 1,3 miljoen nieuwe gevallen zijn in de Amerika's geregistreerd, terwijl bijna 36.000 binnen één week aan de ziekte overlijden. Met de waarschuwing dat de levering van COVID-19 vaccins aan de Amerika's is vertraagd,
drong Pan American Health Organization directeur Carissa E. Chan er bij de landen op aan om een alomvattende strategie te hanteren die niet alleen vaccinatie, maar ook volksgezondheidsmaatregelen inhoudt om de stijgende pandemie te beteugelen. Voor de meeste landen zullen vaccins deze golf van de pandemie niet stoppen, zei Dr. E. Chan tijdens haar wekelijkse mediabriefing. Er is gewoon niet genoeg beschikbaar om iedereen in de landen met het grootste risico te beschermen. Daarom moeten we de transmissie op alle mogelijke manieren stoppen met de instrumenten die wij wel beschikbaar hebben. Dit vereist alomvattende strategieën om zowel het beschikbaar komen van vaccins te versnellen als het virus onder controle te houden met behulp van bewezen volksgezondheidsmaatregelen, voegde ze eraan toe, verwijzend naar het dragen van maskers, sociale afstand nemen en handhygiëne. Nog net voordat de vaste maand voor de moslimgemeenschap inging, werd ook deze groep gevaccineerd op het complex van de moslims op Livorno. Wij maakten voor u een kort verslag. Momenteel zit Suriname aan het begin van een derde golf van COVID-19. Het ministerie van Volksgezondheid heeft daarom gemeend om een werkbezoek te brengen aan het regionaal ziekenhuis Wanica, waar momenteel de meeste positieven in isolatie zijn geplaatst. Dit bezoek heeft plaatsgevonden op donderdag 15 april 2021. De directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gayadar Sukul, mocht een kijkje nemen in een van de tenten die speciaal is opgezet voor de opvang van COVID-positieven. Wel, het is mooi, indrukwekkend. Ik denk dat we alle faciliteiten hebben bekeken. En met nog wat investeringen zullen we zeker een plan maken om de bevolking, de lokale bevolking van Wanica, beter van dienst te zijn wat betreft de gezondheidszorg. Daarnaast kreeg de directeur ook een rondleiding in het ziekenhuis en werd door de directeur van het regionaal ziekenhuis Wanica, Jason van Genderen, uitgelegd wat de huidige stand van zaken is. Beide directeuren hebben ook een onderhoud gehad met de Cubaanse ambassadeur en de Cubaanse artsen en verpleegkundigen die momenteel werkzaam zijn in het ziekenhuis. Hierbij is bekendgemaakt dat de missies van deze gezondheidswerkers zijn verlengd, mede in verband met de derde golf van COVID-19. De directeur gaf aan dat we momenteel gebruik moeten maken van alle beschikbare gezondheidswerkers.
Met de komst van de derde golf, want dat zagen we al eind van maart, dat er iets gebeurt met de cijfers. We hebben daarom aan de bel getrokken. We hebben begin april, 5 april om precies te zijn, resultaat gehad van alle samples die we gestuurd hadden naar RIVM in Nederland. En het bleek dat wij binnen ons besmette gevallen wel wat varianten hebben waarmee er rekening gehouden moet worden. Dus met die informatie moeten we dan zeker heel erg voorzichtig zijn en ook goed beleid uitstippelen. Daarom tijdig aan de bel trekken. We hebben een verzoek gedaan aan de Cubaanse ambassadeur om de missie te verlengen. En dat is vandaag wel gehonoreerd. Ik heb daarom ook gesproken met de Cubaanse artsen en de verpleegkundigen. Ik heb ze bedankt voor hun bijdrage aan de dienstverlening tijdens de eerste golf, tijdens de tweede golf. Laten we eerlijk zijn, zonder die bijdrage hadden we zeker andere cijfers. We zijn er nu op 180 zoveel overledenen, zonder adequate zorg van en genoeg personeel, zou dat zeker hoger kunnen liggen. Dus met een derde golf opkomst moet je geen kansen nemen. Dan moet je minder kijken naar dat financiële aspect. En dan hebben we daarom dat verzoek gedaan, vandaag ingewillig. We hebben gesproken met de Cubaanse artsen, aangegeven dat we dankbaar zijn voor hun inzet en dat we nu hun hulp weer nodig zullen hebben voor de derde golf die eigenlijk al zich manifesteert. En wij proberen met onze maatregelen en onze voorlichting naar iedereen toe ervoor te zorgen dat de hoogte van deze golf niet even hoog moet zijn als de vorige twee golven. De delegatie van Volksgezondheid bestond verder uit de onderdirecteur administratieve diensten Tanja Sanrochman, QSN, en de coördinator tweede lijnzorg Angela Wallelei Kumbangsila. India heeft weer een nieuw record van dagelijkse gevallen van infecties met het coronavirus gemeld. Ziekenhuizen in de hoofdstad New Delhi en andere delen van het land zijn overspoeld met patiënten en experts waarschuwen dat het gezondheidszorgsysteem op instorten staat. Het ministerie van Volksgezondheid onthulde zondag dat in de afgelopen 24 uur 261.500 gevallen werden geregistreerd. De vierde op een volgende dag waarop het land meer dan 200.000 dagelijkse gevallen heeft gemeld. Het cijfer duwde het totale aantal gevallen boven de 14,7 miljoen. De tweede alleen voor de Verenigde Staten in termen van het aantal corona-infecties. Er vielen ook 1500 doden, waardoor het aantal dodelijke slachtoffers in het Zuid-Aziatisch land op 177.150 kwam. Vierde op de wereldlijst na de VS, Brazilië en Mexico. Met weer eens een total weekend lockdown op komst, wil ik u alvast erop attenderen om niet te wachten op het laatste moment om uw boodschappen te doen. Begin er nu mee om zo de drukte te voorkomen. Houd u zich aan de Mohana-maatregelen. Laat je nu ook nog registreren om je te laten vaccineren. Let goed op jezelf en op elkaar. We zien elkaar woensdag weer bij een andere aflevering van het COVID-19-journaal. Goedendag. Zij hebben hard voor ons gewerkt. Geconfronteerd met de harde realiteit. Om alles te zien is heel moeilijk. Maar we zetten alles op alles om toch de juiste zorg te bieden. Al deze dingen moeten wij als zorgverleners meemaken. Gevochten en gestreden, maar machteloos overwonnen door de dood. We hebben echt zieke patiënten gehad die ook zijn te komen overlijden, helaas. Dit onmenselijk leed mag ons nooit meer overmeesteren. We willen de situatie niet meer hebben, het ligt aan ons allen. We zijn echt moe van die mondkap hoor, we zijn echt moe van die neuskap. Als de ziekenhuizen straks vol zitten, kunnen we geen mensen meer opvangen. Overal waren feesten en mensen houden zich niet aan de regels. Let goed op uzelf en op elkaar. Samen staan we sterk. Dus ik hoop dat de Surinaamse bevolking echt zich aan de regels houdt, de COVID-regels houdt en ons meehelpen. Samen overwinnen wij COVID.